allemaal. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag. We hebben weer doffers los. Dus ik hoop dat die nog een beetje willen vliegen. En dan doen we straks nog even de vinnen eruit. En dan gaan we de duif voeren. Het is nu al 6:15. Dus we hebben niet heel lang meer aan tijd. Maar ik hoop wel dat ze nog even een uurtje willen vliegen. Hier even bij de vinnen. We willen natuurlijk graag naar de doffers. En dat gaan we natuurlijk niet doen. Vrijdag mogen ze weer even kijken. Eerst even de hok schoonmaken, dat ook weer klaar. Nou, zoals jullie weten verduister ik de jonkies. En zoals je kunt zien, bij deze staat hij nog op 10 oude pennen. En dat is natuurlijk wat we het liefste hebben. Het is trouwens een heel mooi jong davinnetje. Het is de 915. Het steekt mooi in elkaar. Misschien wordt het ook wel een klein toppertje, wie weet. Het staat nog mooi op 10 oude pennen. En dan weet je eigenlijk, nou ja, dat de verduistering werkt. Voorgaande jaren had ik toch het idee dat dat niet echt werkte zoals ik wilde. En dat ze toch gewoon de pennen stoten. En nu houden ze wel de pennen vast. Dus ik heb wel iets aangepast dat het wel, toch wat donkerder op het hok is. En ook dat het wat langer donker op het hok is. Dus ik hoop dat dit jaar dat toch wat mee gaat werken. En we de duiven toch wel langer op oude pennen kunnen houden. En dat we toch een beetje mee kunnen draaien met de jonge duiven dit seizoen. Dat zou natuurlijk mooi wezen. Het is natuurlijk het derde jaar dat ik met de jonge duiven vlieg. Het is echt wel mooi, de vinnetje steekt mooi in elkaar. Mooie kleur op de borst. Ik weet niet of je het kan zien. Er zit een blauw streepje, dus misschien ergens tegenaan gevlogen, wie weet. Verder geen beschadiging op borstbeen. Geen luis. Ik heb al bij een aantal jongens wat luis gezien, dus we gaan binnenkort wel even een keer druppelen. Het is echt een mooi davinnetje, steekt goed in elkaar. Ik voel ook echt goed die spieren. Dus wie weet wat dit gaat worden. Dus met die jonge duiven gaat het goed. Het staat mooi op 10 oude pennen. Niet alles meer natuurlijk. Er is wel een enkeling die op 9 staat. Ook al eentje op 8 of 7. Maar dat zijn eigenlijk voornamelijk de duiven die ik aangekocht heb. En niet die duiven die ik zelf gekweekt heb. Ik heb eigenlijk gelijk, zodra ze de eerste pen begonnen te stoten, wat ik zag, heb ik gelijk de verduistering erop gegooid. Dus eigenlijk wel wat eerder dan wat je normaal gesproken zou doen. Maar ik dacht, ik ga de gok gewoon wagen en ik wil gewoon dit jaar met de jonge duiven ook mee kunnen spelen. Tot de laatste vlucht en het liefst op 10 pennen. En of dat mogelijk is, dat weet je natuurlijk nooit. Ik denk dat we de 915 wel in de gaten moeten houden. Ik weet zo even niet waar ze uitkomt. Maar dat kan ik nog wel een keer bekijken. In ieder geval steekt ze mooi in elkaar. Dus ik hoop dat zijn vruchten gaat afwerpen natuurlijk. Ik heb hier de 115. En dat is een Scheres van Grambergen. Nou ja, zoals je deze kan zien is die mooi zwart. Ik denk ook dat die zwart blijft. Deze staat ook nog. Even kijken. 2, 4, 6, 8, 10. Ook nog op 10 oude pennen. Dit duifje komt van de stamvader van Klaas Schipper. Is lid bij ons, heeft alleen Scheres van Grambergen duiven. Heeft zeker een leuke kolonie zitten. En ik hoop dat we met deze succes kunnen hebben. Mooi rustig duifje, blijft mooi liggen. Vind ik ook eigenlijk wel leuk om te zien. Steekt verder mooi in elkaar. Beter dan de eigen twee die ik gekweekt heb. Dus dat is alleen maar positief. Ik hoop dat we hier ook als jonkie of als jaling wat mee kunnen bereiken. We moeten maar afwachten. Ik denk dat deze zwart blijft.
En wat Klaas mij vertelde is, je kunt het beste een zwarte op weer een wittere zetten. Dan krijg je weer die getijgerde weer terug. Dus dat moeten we maar gaan doen dan, als we ze overhouden natuurlijk. Dit is de 916 en die andere was de 915. Dus dat betekent dan dat ze uit de 609 komt. Samen met de 215. Dus de 915 komt dus uit de 609. Dit is de nestmaat. Zal ik nog op 10 oude pennen. Mooi kraswit pentje. Mooi duifje. Steekt ook goed in elkaar. Ik denk dat dit een doffertje is. Als ik het zo bekijk. Ik vind altijd die bonte, ja, toch wel een wat uitdagende oog hebben. Natuurlijk zit er wat bont in, wordt wat donkerder. Vind ik toch wel leuk om naar te kijken. Maar deze kun je natuurlijk een stuk beter zien als ze luis hebben. Ik zie wel een enkel luisje. Dus we moeten toch even een keer knoepelen en dan is de, zijn ze weer schoon. Dit lijkt me toch een jong doffertje. Als ik dat zo zie. Het is ook wel iets nieuwsgieriger als die andere. Steekt ook mooi in elkaar. Dus laten we hopen dat we ja, uit die 609 dus een keer een mooi toppetje hebben. We zijn er wel eentje kwijt in de havik helaas. Dat was uit de eerste ronde. Dus ik heb er dan nu nog 3. Er liggen nu natuurlijk nog 2 bij met die andere doffer. En die jongen die steken eigenlijk ja, mooi in elkaar. Voor tot zover ik kan zien natuurlijk. Ze zijn nog jong. Ze zijn nog kleintjes, dus dat kan altijd nog veranderen natuurlijk. Dan hebben we hier de roodkras. Deze hebben we natuurlijk aangekocht. En deze staat, ja, is niet heel goed te zien. Maar die staat nog op 7 oude pennen. Ik speel deze wel gewoon tot, nou ja, tot ze op 4 oude pennen staan, zeg maar. En dan laat ik ze sowieso zitten tot volgend jaar. Dat zijn ook 2 duivinnen. Dus die kan ik wat makkelijker aanhouden dan een doffer natuurlijk. En dan kijken wat erin zit. Sowieso met aangekochte duiven heb ik toch liever dat ik ja, wat meer tijd aan spendeer dan als ik ze zelf gekweekt heb. Dan weet ik tenminste ja, wat meer van de historie, zeg maar. En dan weet ik bij deze nou ja, net wat minder. Ja, ik kan de man natuurlijk op zijn woord geloven, maar ik zie het liever toch zelf graag. Dus de 201. Rood krasje. Samen met de nestmaat gekocht. 2 duivinnetjes. Dus kijken wat het wordt. In ieder geval deze staat op 7 en die andere staat dan op 8 open. Dan hebben we hier de 19. En deze staat, even snel kijken. Deze staat nog op 9 open. Zoals je kan zien is het een nieuwe. Dat is deze. Die had een iets wat betere kleur erin, zeg maar. Dan kan je zien dat het ja, een nieuwe pen is. Ik denk dat deze uit de 974 met de 621 komt. Ik weet het niet heel zeker. Maar als ik een beetje de bouw en de koppen kijk, denk ik dat wel. Maar goed, dat moet ik even nakijken. Verder wel een gespierd duifje, maar toch niet helemaal mijn favoriet. Maar ja, goed, kijk, weet je, de man moet selecteren. En daaruit gaan wij weer selecteren. En zoals ik afgelopen jaar geselecteerd heb, heb ik echt ja, streng geselecteerd. En dan kun je ook aan de oude duiven zien dat ik ze ook al vlot naar elkaar thuis krijg. Ja, ik denk toch wel dat ik de kwaliteit heb overgehouden die ik graag wilde overhouden. En dan moeten we straks met de jonkies natuurlijk ook weer gaan doen. Ook hier weer een beetje luis. 1 of 2 zie ik ongeveer. Dus ja, we moeten echt wel gaan druppelen. Dit is de 19. Verder gespierd duifje, maar... Ik zie ze toch graag nog iets mooier, zoals de 915. Dat is echt het ja, type wat ik graag in de hand heb. Deze mag wel iets beter, maar goed, het kan alsnog een goed duifje zijn natuurlijk. Niet alles voldoet aan jouw standaard eisen. Nou, we hebben nou de doffers. En de jonkies gevoerd. De vinnen vliegen nog even buiten. We gaan hier nog even het water even doen met de jonkies. En dan doen we straks de vinnen naar binnen. En dan is ze klaar voor vandaag.
Nou, de Delfinen vliegen ook prima zoals je kunt zien. Meer gang erin is de doffers. Maar ik vind ook de Delfinen toch beter aanvoelen als de doffers. Ik hoop dat straks met de doffers nog een beetje bijtrekt en dat die ook nog een beetje wat meer tempo willen gaan maken. En dan moet het vast allemaal goed komen. In ieder geval was dit de video. Vind je nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Vind je abonneren op mijn kanaal? Kan je hieronder doen. En zie ik jullie bij de volgende video. Doei!